Nou, dit is leuk, dit is een mammoetboom. Dit is een enorme boom, verwant aan de sequoia's. Komt ook uit het westen van de VS. Dit is nog maar een jonkie. Deze is geplant in 1970 door mijn collega die dit jaar met pensioen gaat. Dus dit is nog maar een heel klein boompje eigenlijk. Dit kan een gigantisch ding worden. Nou, deze boom hier, hij heeft nog helemaal een leuk verhaal. Een jaar of 20 geleden is hier de bliksem ingeslagen. En normaal gesproken gaat de bliksem dan langs de buitenkant van de schors. Maar in dit geval is die echt dwars door de boom gegaan. Dus 1 of 2 dagen na die blikseminslag zagen wij meer dan 20 meter in de omtrek van die boom overal repen schors liggen. Toen gingen we goed kijken. Toen zagen we dus dat er echt enorme scheuren in die boom zitten waar je zo je hand in kunt steken. Dus we dachten, hij gaat hartstikke dood. Maar we zijn nu 20 jaar verder en hij gaat gewoon vrolijk verder. Dus echt een boom met oerkracht.